een clubgebouw laten sponsoren en rijkere mensen kleding laten betalen voor de armere kinderen. Het zijn enkele tips van kinderen van de school in Maasbree die woensdag advies gaven aan onder meer wethouder Raf Jansen over hoe verenigingen een armoedevriendelijke status kunnen bereiken. Wij maken daar grote dingen van als volwassenen, maar het is eigenlijk iets kleins. En juist door het klein te maken en het erover te praten en niet een groot beladen ding te maken, maakt het eigenlijk ook een veel makkelijker iets om gewoon er samen aan te werken. Want uiteindelijk is een armoede een probleem van ons allemaal. Het kan iedereen overkomen, als je een baan hebt ook. Daarom denk ik ook dat we onszelf in de vingers snijden als we daar niet samen aan werken. En kinderen hier, die hebben dat teruggebracht, ook tot het meedoen met hier in het dorp, met in verenigingen. En ze geven dan heel goede suggesties, heel praktische suggesties, dat wij vanuit de gemeente moeten zeggen, ja, moeten we zeg maar de leergeldbijdrage niet toch wat omhoog, een heel eenvoudige rekensom. En het andere goede is, ja, ook de verenigingen moeten iets doen. En dan geven ze heel praktische suggesties. Nou, we hebben geleerd dat de armoede belangrijk is om erover te praten. Want sommige mensen praten daar niet graag over. En dan moet je toch wel over praten, want het is toch belangrijk. Dat dan kunnen mensen je helpen. En jij? Ja, zeg maar hetzelfde. En ook hoe je toch dingen kunt doen, ook al ben je arm bijvoorbeeld. Het andere wat ik goed vond is dat ze ook een oproep doen aan de verenigingen en suggesties. En alle suggesties zijn goed. Want het gaat er eigenlijk om van, het is een oproep naar verenigingen. Laten we zelf kijken wat we er zelf aan kunnen doen. Nou, ik vind het belangrijk omdat kinderen ook mee kunnen doen aan gewone sport. En dat ze dan ook niet gewoon, dat ze ook gewoon dezelfde kleren hebben als iedereen. Het project Kids in Armoede focust zich op hoe iedereen kan meedoen in de maatschappij. De kinderen kozen zelf om het project op verenigingen te laten richten als belangrijke plek waar iedereen mee zou moeten kunnen doen. We hebben ze laten kiezen tussen de school, de winkel, buitenspelen en de vereniging. En gevraagd van wat vinden jullie nu de belangrijkste plek waar iedereen kan meedoen? En dan zeiden ze zelf de vereniging. Dus dat is nu waar we het eerst gaan beginnen. Bij de verenigingen. Dus we hopen met zoveel mogelijk verenigingen in gesprek te gaan om daar te kijken naar hoe wij in ieder geval kunnen zorgen dat kinderen die in een situatie van armoede leven in Nederland ook gewoon mee kunnen doen in de vereniging. Het belangrijkste is dat er goed naar gekeken wordt en dat er ook over nagedacht wordt, want daar staan wel serieuze tips op. En daar kunnen wij wat van leren, want het zijn heel eenvoudige, maar hartstikke goede ideeën. Iedereen.